Hi, ik ben Galini, 28 jaar oud. Op dit moment verblijf ik in Brazilië voor 6 maanden. Ben ik bezig met het opzetten van een sociaal project voor jongeren in Extrema, in het dorpje Extrema in Brazilië. Een maand voordat ik vertrok ontmoette ik Jessica en die introduceerde mij in de Hosu Transform wereld. Ik heb toen een sessie met haar meegedaan en ik was eigenlijk meteen zo geïnspireerd door de energie die werd gestimuleerd of die er ontstond en de dynamiek in de groep, dat ik dacht, hier wil ik ook wat mee in mijn project. Dus dat ben ik nu ook gaan toepassen in mijn project. Elke bijeenkomst, de eerste 20 minuten zijn fitness for the mind en het netwerk natuurlijk. En ik gebruik daar ook oefeningen van Hosu Transform. Dus dat is een beetje mijn connectie daarmee. Voordat ik echter wegging, heb ik geen training kunnen volgen voor practitioner van Hosu Transform. Dus in Brazilië zelf ben ik de training gaan volgen, digitaal. Een hele middag mezelf opgesloten in huis en alle oefeningen gaan bekijken, gaan schrijven, hey, waar moet ik op gaan letten. En ondertussen ook coaching van Jessica telefonisch via Skype. Dus op die manier heb ik hem eigenlijk eigen gemaakt, de oefeningen. En vervolgens ben ik het ook gaan toepassen. Dus de eerste bijeenkomst heb ik nu al gehad. Dat waren vooral met hulpverleners en met vrienden. Gewoon puur om te zien hoe het aanslaat hier bij Brazilianen. En het was eigenlijk verbazingwekkend, want het sloeg waanzinnig aan. De energie was gigantisch hoog. De groepsdynamica was ook wel heel mooi om te zien hoe dat groeide. En vooral omdat positieve energie of echt letterlijk oefeningen doen wat te stimuleren hier nou, best wel innovatief is, was het voor hun ook echt een soort awakening van wauw, hey, zulke kleine oefeningen kunnen dit allemaal in mij losmaken. Dus dat was heel mooi om te zien. En ja, voor mij gaf het me, het geeft mij nu op dit moment heel veel houvast om ervoor te zorgen dat de deelnemers voor de bijeenkomst, dus echt voor het zitten en het beginnen van de lessen die ik geef, dat ze, ja, dat ze hun mind kunnen openstellen. Dat ze vertrouwen voelen in de groep, dat ze elkaar beter leren kennen en vanuit daar weer verder kunnen gaan. Ja, dus eigenlijk, ik heb er waanzinnig veel aan gehad. Ik had het zelf niet verwacht, want ik ben best wel een digibeet. Dus ik dacht, hoe ga ik een training volgen en hoe gaat dit goed op mij overkomen? Maar meteen, direct. De video's zijn heel pakkend. Hele goede introducties zijn het ook van Jessica zelf. Waardoor je de oefening direct begrijpt en ook weet waarom het is. Dat is ook heel fijn. Dus dat waren mijn ervaringen met Hosu Transform digitaal om die training te volgen met practitioner. En echt, ja, aanrader, zeker. Het heeft hele grote toevoegingen aan mijn project. Dus daarvoor wil ik Jessica ook bedanken. Dank u.